Hoe zit het nou echt? Olie, chemie, milieu, energie, radioactiviteit en nog veel meer van dat soort beta-onderwerpen. Elke week praat ik met betrokkenen en deskundigen die er iets van weten en er verrassend over vertellen. Hoe zit het nou echt? Hoe zit het nou echt? Mijn naam is Ralf Dekker van het Renaissance Instituut. En vandaag praat ik met Marcel Krok over klimaat. Marcel, welkom. Dankjewel. Um, klimaat, het is vandaag ook een typische dag waarin je over klimaat nadenkt. Want het is uh, eind juni en uh, redelijk heet in de studio. Zeker, ja. Maar je bent al een hele poos met het onderwerp bezig. Eigenlijk ben jij een beroemdheid. Want jij was een van de eerste, misschien wel de allereerste. die die hele hockeystick-discussie die de hele tijd woedde uh, op de kaart heeft gezet. Ja, en dat was ook dat was wel heel grappig. Want dat was ook meteen de allereerste keer dat ik over het onderwerp schreef. Ik schreef wel al over duurzame energie en allemaal dat soort dingen, want dat was toen ook al heel erg hip. Uh, maar ik had nooit echt verdiept in die hele kwestie: van komt het nou door CO2? Uh, hoe zit het nou met die klimaatverandering? En toen, ja mijn hoofdredacteur bij uh, Natuurwetenschap en Techniek, uh, waar ik werkte toen, die zei: Ja, er is gedoe over in een of andere rolkjes, duik jij er eens in. Nou, twee maanden later, ik, ik heb er uiteindelijk twee maanden aan dat stuk gewerkt. En uh, ja, twee maanden later had ik eigenlijk in dat stuk, uh, had ik dus die hele hockeystick, uh, haalde ik onderuit. Aan de hand van twee, uh, twee Canadese onderzoekers, McIntyre en Kittrick. Die zijn pas echt wereldberoemd geworden ja, daarmee. Ja. En, uh, maar goed, ik had, dus, ik had dus wel een soort van wereldprimeur met dat verhaal. En ik viel dus in één keer midden in dat, niet alleen het Nederlandse klimaatdebat, maar in het wereldwijde klimaatdebat. Want je, want je bent chemicus van huis uit, hè? Ja. En je was toen werkzaam als wetenschapsjournalist, zeg maar. Ja. Uh, je kreeg twee maanden om een verhaal te schrijven, is dat vanda vandaag ja, Dat de dag was ook steeds... de enige keer dat dat gebeurd is hoor, maar <laughs> ja. goed, na een maand, dus ik, ik kreeg vaak wel een, een drie weken de tijd om het coverartikel te maken, we waren maandblad, hè. dus, dan, dus ja, het coverartikel moest ook wel echt uh, knallen, zeg maar. eh, dan heb je bij wetenschap, ja, als je echt een nieuw vakgebied in moet duiken, dan heb je echt wel een paar weken nodig. Dus... Dat het was nieuw voor jou toen? Ik was helemaal blanco, dus ik begon echt met het lezen van oude NRC-stukken van Karel Knip en uh, New Scientist, Archief, weet je, zo ga, ga je altijd te werk. En op een gegeven moment, ik, ik zag overal McIntyre, McKittrick, McIntyre, McKittrick, dus ik vroeg in bij het KNMI en bij de VU, ik vroeg overal, wat vinden jullie nou van die kritiek van die Canadezen? Ah, dat moet je niet serieus nemen, dat zijn buitenstaanders. Het, het zijn ook buitenstaanders, die een is econometrist en die ander die werkte in de, in de, in de industrie. Ja, en dus, maar ze, hebben wel, ze hadden wel echt hele goede uh, expertise in huis om die hockeystick gewoon te kijken van waar, hoe, hoe was die nou tot stand gekomen. Ja, op boomringen en koralen, op een heleboel data zaten erachter, maar het ging vooral om de statistiek waarmee de data verwerkt waren. Want wanneer speelt dit allemaal? Dit, ik werd in november 2004 werd ik op dat onderwerp gezet. En in uiteindelijk in februari 2005 uh, kwam mijn artikel. En mijn artikel kwam niet alleen in het Nederlands uit, maar meteen ook in het Engels. In het, in het Canadese Financiële Dagblad. Een artikel van 5000 woorden. Dat was echt van die grote krantenpagina's. Twee grote krantenpagina's uh, vol in Canada. En dat was, dat was ook heel interessant, want achteraf, een paar jaar later, hadden we Climategate. En in Climategate komt mijn hockeystick verhaal ook gewoon voor. Daar hebben ze het over Dead Dutch Magazine. Ja, 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 ja. Want ik werd meteen nadat dat artikel uitkwam in Nederland... werd ik beschuldigd door het KNMI van onjuist citeren. En ik begreep er helemaal niets van wat de er in kwestie die had. Zoiets gezegd van... We gaan dit bespreken in Peking bij de volgende IPCC-meeting. En ik dacht... Ja, een beetje een slappe quote, maar goed. Vooral vooruit, uh, we zaten vlak voor de deadline, moest erin. Maar in die ClimateGate-e-mail zegt de beruchte Michael Mann van de hockeystick... en nog, nog altijd een van de invloedrijkste figuren in Amerika, uh, die zegt tegen Phil Jones, dat was de hoofdrolspeler van dat hele ClimateGate-gebeuren, climate die, ja. die die Eng Engelse uh, instituut, die zegt tegen hem in een e-mail: IPCC is not going to discuss this in Beijing. Wow. Nou ja, toen werd dus eigenlijk pas vier jaar later duidelijk wat er gebeurd was. Man en Jones hebben tegen die KNMR gezegd: van... joh, pff, uh, wat haal je nou, wat denk je nou? Den denk je echt dat we dit gaan bespreken, dat we deze kritiek serieus nemen? Dus die is gewoon keihard teruggevloten. Ja. En, dat, en dat leert je meteen dat dat klimaatdebat zo ongelooflijk verziekt is. Op het niveau van het IPCC is het echt volkomen verziekt. wat mij betreft. Want die hockeystick was. Uh, nou, dat was een. een... Een, een onderzoeksverslag van Michael Mann, waarbij uitbleek dat in de laatste, wat is het, 30, 40 jaar of zo de uh, ...de CO2 en ook de nee, nee, het gaat steden. om de laatste duizend jaar. Het gaat om de laatste duizend jaar. De, 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 de crux van die grafiek was eigenlijk... ...dat die van het jaar duizend tot het jaar 1900... ...is die heel stabiel. Dus de grafiek suggereerde dat het klimaat... ...eigenlijk tamelijk stabiel was. Tot 1900, dan gaan we fossiele brandstoffen gebruiken... ...dan knalt hij omhoog. Hij heeft de vorm van een hockeystick. He, de suggestie van die grafiek was gewoon heel sterk. 1900, gaat het he we hadden een stabiel klimaat... ...en nu gaat het helemaal mis... En die grafiek stond heel prominent in het derde IPCC-rapport in 2001. Dat was het 2001-rapport. Ja, ja, en hij kwam er wel echt zes, zeven keer kwam die grafiek voor. En ook heel prominent in de, in de samenvatting voor beleidsmakers. De summary for policymakers. En ja, het was gewoon heel makkelijk om die grafiek te gebruiken... om aan, tegen een beleidsmaker en een politicus te zeggen van... nou, kijk, kijk dan zelf joh, je ziet het toch. Ja, en, en, en die McIntyre en Kittrick, en in mijn verhaal... ik had de primeur daarvan. Ja, die zeggen dus dat die grafiek echt... die kan echt de prullenbak in. En dat wordt eigenlijk tot op de dag van vandaag is dat ook nooit ruiterlijk toegegeven door het IPCC. Een beetje stilletjes afgevoerd. Ja, hij is wel verdwenen. Hè, die, grafiek. die grafiek wel, maar ze, nog steeds dezelfde claims. Ze claimen nog steeds dat het nu warmer is dan de afgelopen 2000 jaar, terwijl je dat volgens mij en McIntyre en McKittrick ook volgens de data. De data zijn zo noisy, zoals dat heet. Hè. Dus eigenlijk zijn de data die we hebben zijn zo ja, daar zit zo moeilijk is daar een signaal uit te halen, een temperatuursignaal uit te halen, dat je er eigenlijk niet op basis van die data een soort wereldwijd gemiddelde temperatuur kunt, uh, kunt vaststellen. Want in wezen, hè, dit debat speelt al vanaf de jaren tachtig: dit, ja. uh, dit hele uh, global warming-debat. Overigens is de, de term global warming vervangen door climate change. Ja. Betekent dat ook dat het inhoudelijk een ander debat geworden is? Nee. Het voordeel van climate change is dat je. Iedere scheet die de aarde laat, of het nou warmer is of kouder... of meer regen of minder regen, meer wind, minder... Hè, je, je kan dan iedere afwijking van de norm... kan je, daar, kan je gaan koppelen aan climate change. Uh, en, en zelfs als er, als er meer sneeuw valt, dan zeggen ze nog van... ja, maar dit komt door de climate change, want het Arktisch gebied warmt op... en daardoor krijg je verschuiving, bla, bla, bla. Weet je wel. Nou ja, jij kent het ook allemaal, al die maar goed, vanaf de jaren tachtig is dat onderwerp op de agenda gezet. Uh, zijn die periodieke IPCC-bijeenkomsten ook georganiseerd? Ja. Uh, in 2001 komt dan ook nog een keer dat, uh, dat Hokkiestik-verhaal, wat een geweldige jump geeft aan het hele, het hele narratief. Hè? Want het, het wordt een veel overtuigender verhaal voor het publiek ook. Ja. Uh, en vanaf dat moment, hè, in 2004, stap jij in dat onderwerp via dat artikel. En sinds die tijd, dat is nu al meer dan 15 jaar, ben je eigenlijk ook helemaal nergens anders meer mee bezig, hè? heb ik de indruk. Ja, inderdaad. Ik ben echt, daarna ben ik, ik, ja, ik, ik werkte nog wel een paar jaar bij Natuurwetenschap en Techniek. Maar ik moest daarover van alles en nog wat schrijven. Maar ik merkte gewoon dat ik ieder vrij momentje. zat ik gewoon klimaatblogs te lezen. En, en, en toen dacht ik, van ja, dan moet ik ook consequent zijn. Heb ik mijn baan opgezegd? heb ik 2,5 jaar aan uh, dat boek uh, De staat van het klimaat gewerkt. Ja, en sindsdien ben ik een beetje in Nederland het zichtbare tegengeluid geworden. Ik bedoel, er zijn meer mensen natuurlijk. Hè? Salomon Kronenberg heeft zich ook publiekelijk gemengd in dit debat. En er zijn zeker veel meer mensen die, die, die goed op de hoogte zijn. Maar ik ben een beetje het meest zichtbare. Ook omdat ik in de positie ben. Hè? Ik heb gewoon gekozen. Ik doe dit. Ja, ik probeer mijn werk ervan te maken. Dat is moeilijk genoeg. Uh, want je merkt wel dat een van de dingen... Als je echt tegen zo'n krachtige agenda ingaat, wat het toch wel is... Uh, ja, dan ja, proberen ze je toch wel klein te houden of, of damage control te doen. Dat... Maar de, 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 de claim dat het uh, duizend jaar goed gegaan is en de laatste honderd jaar uh, als een raket omhoog, die claim is eigenlijk uh, debunked, zou je kunnen zeggen, hè? door dat hele uh, mcintyre mckintrick onderzoek. Ja. Um, dus die claim is ook niet meer de formele claim. Uh, nou, nog steeds in IPCC-rapporten claimen ze dit. Het is ongelooflijk, maar ze doen het nog steeds. Wat mij betreft, is dat, kan je dat echt niet hard maken. Maar er zijn nog steeds. Kijk, er worden nieuwe hockeystick-reconstructies gepubliceerd. En dan zeggen ze. Ah, die van Man, die van Man, Michael Man, daar was misschien wel iets niet helemaal mee in de orde. Maar inmiddels zijn er gewoon nieuwe reconstructies, ja die bevestigen gewoon het beeld. Dat is, het, dat is de narratief vanuit het IPC. En ik heb, ik heb uh, aankomende rapport gezien. En dat, uh, het zesde rapport wat volgend jaar gaat verschijnen. Dat heb ik als reviewer uh, bekeken. En uh, ja, gaat gewoon gaat gewoon door. Dat is hetzelfde. Basically hetzelfde verhaal ja, basically? ja, Ja, ja. En we, want... zijn, we zijn zelfs nu met Clintel. Hè? Ik ben nu actief bij Stichting Clintel. En we zijn nu zelfs met Clintel bezig. Uh, want we hebben. In ons netwerk, we hebben een internationaal netwerk van 850 mensen die onze declaration hebben ondertekend, de World Climate Declaration. En daar zitten ook gewoon hele goede uh, klimaatwetenschappers tussen die ook IPCC-rapporten reviewen. En die mensen die hebben ons hun review commentaren laten lezen. Uh, het rapport zelf is strikt confidentieel. Dus daar mogen we ook niet. We mogen niet nu het rapport laten lekken of, of quoten eruit. Maar die review commentaren, die, die kunnen we wel onderling kunnen we die wel lezen. Nou de schellen vallen van je ogen. Het is echt, het is de same old story. Het is heel eenzijdig, is behoorlijk alarmistisch. Bijvoorbeeld op het gebied van climate sensitivity, hè? klimaatgevoeligheid, waar ik met Nick Lewis veel werk aan gedaan heb. Daar zie je dat men men is niet bereid om toe te geven dat dat climate sensitivity dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het aan de lage kant is. Dus dat het klimaatsysteem niet zo gevoelig is voor die broeikasgassen, voor CO2. En dat is supergoed nieuws. Dat betekent dat we meer tijd hebben om er iets aan te doen, als je het al zou willen. Hè? Maar dat betekent in ieder geval dat er meer tijd voor is. Maar het wordt, het wordt niet geaccepteerd. Het is een zwaar politiek onderwerp geworden. Maar als, als we nou eens wat afstand nemen en kijken, hoe zit die wetenschap nou in elkaar? Wat zijn nou precies de verhalen? Wat ik ervan begrepen heb is, um, er komt steeds meer CO2 in de atmosfeer, uh, daardoor uh, wordt het broeikas-effect versterkt uh, en daardoor krijgen we een, een steeds grotere uh, verhoging van de gemiddelde temperatuur. En er zit een soort positieve feedback-loop in, meer CO2 betekent hogere temperatuur, betekent meer uh, waterdamp. En dat betekent weer meer hogere temperatuur, weer meer CO2 enzovoort. Het is een soort uh, ja. zelfversterkend effect. Dat is eigenlijk de kern. Ja. Want als je puur kijkt naar de extra CO2 die er dan geproduceerd zou worden. en in de atmosfeer komt. dat alleen kan niet voor een geweldige verhoging zorgen. Er moet zo'n feedback loop in zitten. Wil het. Serieus worden. Hè? Dat is even heel kort bestek, dat dit, is het verhaal, toch? Dit is een beetje de, 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 het algemeen geaccepteerde verhaal. Dit is een beetje de IPCC-lijn. En een aantal dingen kun je, kun je, kunnen we gewoon even checken en even afvinken. Is het nu warmer dan uh, in 1850? Ja, er is opwarming. Hoeveel precies weten we niet, maar er is opwarming. Is CO2 toegenomen? Ja, dat weten we ook vrij zeker. Sinds 58, 1958 wordt het ook gemeten. Ja. Maar die toename, komt die toename door de mens naar zeer grote waarschijnlijkheid? Ja. Ja. ja, dat gaat al wel heel snel voor mij. Nou, hoor, want, voor mij. De, maar dat is ja. in ieder geval, da, da, daar kan je nog steeds over bakkeleien. En er zijn ook zeker wetenschappers die dat, uh, die dat doen. Je hebt bijvoorbeeld Murray Selby, een Australiër. Er staan ook praatjes van hem online. Maar dat is nog, wat mij betreft, is dat nog zeer controversieel of hij gelijk heeft. Ik denk dat de CO2-toename door de mens komt. Maar oké. Okay, Prima als wetenschappers daarover uh, discussiëren. Um, dan nou ja, CO2 is een broeikasgas. CO2 heeft dus de potentie: in principe zal CO2 de aarde warmer maken. Ja, dat is in eerste aanleg is dat wel logisch. Dat de, de kan natuurlijk met, met, met negatieve feedbacks. Hè? Dus, dus, de, dus dat er andere dingen gaan veranderen in het klimaat, waardoor het effect van CO2 weer uh, tegengewerkt wordt. Maar in eerste aanleg gaat het ook opwarmen. Maar dan krijg je waarover verschillen, nou, sceptici en het IPCC van mening. Nou, dat is dan het IPCC gaat ervan uit dat vrijwel 100% van de opwarming die we sinds 1850 hebben. Dat die vrijwel voor 100%. Door, de, door CO2 en andere broeikasgassen is veroorzaakt. Nou, daar haken al veel sceptici, die haken daar af, die zeggen: wacht even, 1850 was het einde van de kleine ijstijd. Ja, het is wel degelijk zo dat je, met name op Groenland, kan je dat echt goed zien. Dat Er was een warme middeleeuwse periode ja, dus. toen de vikingen naar Groenland trokken. Daarna kwam er vanaf 1200, 1300 kwam er een, begon er een kleine ijstijd. Dat zijn al die mooie winterlandschappen die wij hier van, eh, op schilderijen terugzien. Maar echt strenge winters. Het is niet een echte ijstijd, maar het was, wel, het war, het was echt een koudere periode. Je krijgt ook eh, problemen met oogsten. Je krijgt hongersnoden. Het was niet voor niets, zeggen veel onderzoekers, dat de pest ook in die periode periode plaatsvond hè? dat er dat er dat er uh, ja dat er dus kou en, en, en honger was en uh, mensen niet goed voorstonden. Ja. Nou, anyway, dus dan heb je 1850 en misschien nog wel het belangrijkste is dat 1850 de gletsjers in in Europa en overal in de wereld de gletsjers breiden zich in die periode 1300 tot 1850 die breiden zich uit. He, nu als mensen, ik hou van wandelen in de bergen in de Alpen en er staan overal van die bordjes. Ja, in 1850 was de gletsjer nog daar en toen was hij, in 1910 was hij daar en nu is de gletsjer hier. Die gletsjers trekken zich nu terug, dat is waar, sinds 1850. Maar in die periode daarvoor hebben gletsjers zich massaal uitgebreid. En er is eigenlijk goede evidence uh, dat 1850 misschien wel het koudste punt van het Holocene. Het Holocene is de periode na de laatste ijstijd. Ben jij niet uh, geoloog? Ja. Dus dan kan jij me corrigeren als ik het uh, niet goed heb. Maar goed, 1850 was misschien wel het koudste punt van het holoceen. En nu zeggen we. Ja, alle opwarming sinds 1850 komt door die broeikasgassen. We hebben geen andere verklaring. Terwijl daarvoor was er dus ook al een flink uh, warm, koud, warm, koud. De Romeinse periode was warm. Er zijn meerdere perioden waarvan we weten dat ze warm waren. Uh, we hebben de invloed van de zon. Die koude periode rond uh, 1700, 1800 viel samen met een zon die heel inactief was. Ja, en zo zijn er dus allerlei eigenlijk alternatieve verhalen die veel meer ook uh, ja, uitgewerkt zouden moeten worden. Maar ja, die passen niet in het standaard verhaal van het, alle opwarming die we nu hebben, dat komt door CO2. Nee, en de, nou ja goed, je kunt nog een hele boom opzetten over hoe zeker is die opwarming nou echt. Uh, er zit natuurlijk heel snel confirmation bias in dit soort waarnemingen. Hè? Nou, ja. uh, we meten pas echt de temperatuur dan op een Ideale schaal vanaf 1979, uh, sinds we de satellietmetingen hebben. En daarvoor is het toch heel sketchy wat je meet. In nou, de vooral de in de oceanen is het heel sketchy. de oceanen zijn 70% van de oppervlakte. Ja. Hè? Ja. Dus en daar, ben je, daar was je afhankelijk van zeeroutes. Zee ja, dus alleen de routes de waar schepen voeren, daar werd af en toe een emmertje overboord gegooid. Ge, ja, voor de zeewater. Ja, en dan, ja, ja, ja. En dan gingen ze een thermometer erin steken. En daar, daar, ja, dus daar, daar kan je inderdaad heel veel over discussiëren. Want ik vraag me wel eens af, hè, van, ik heb me er een aantal jaren in verdiept in het onderwerp. Op een gegeven moment denk je van: Oké, okay, ik, ik weet wel ongeveer wat er speelt en wat de onzekerheden zijn. Uh, ja, verder is het afwachten. Hè? Want uh, een, een klimaatcyclus, ja, je maakt er in je hele leven, als je oud genoeg wordt, twee mee. Ik maar zeggen. Dus al je persoonlijke ervaring kun je nauwelijks. Waarbij je, wat versta je dan onder de cyclus nou ja, van 30, ja, 40 zeg maar, jaar, zo'n zo periode? Oh ja, een klimaatperiode. Ja. Ja, dus mensen zeggen: van, Nou, ik heb het nu eens twee jaar bekeken. Ik, ik zie nu dat het klimaat verandert. Ik Ja, maar hoezo? Dat, het klimaat is het gemiddelde van allerlei verschijnselen over een periode van 30 jaar, althans zo doet het zich voor. Ja. Uh, dus ja, ik ben uit 57, ik kan me nog herinneren dat het in de jaren 60 echt koude winters waren. Ja, dat je glijbaan maakte buiten en zo, dat is, een, dat is er vaak bij, heb ik de indruk. Maar ja, dat is helemaal geen... geen nou ja, de beruchte tocht van, wat was het, 63? Of, ja, maar... Uh, mijn vader heeft die nog uh, geschaatst. Wat tussen 63 en, en, wat is het, 88? Of iets dergelijks? 85, 85 dacht ik. Hebben we geen LST tot gehad. Hè? Dus het was een gat van 22 jaar. Ja. Uh, en vervolgens hebben we vanaf 88 weer heel lang moeten wachten. Maar ja. Uh, of, we, wat was de laatste LST uh... Nou, 95, 96 hebben we volgens mij twee gehad. Of 96, 97, zoiets. Dat waren de laatste. Het is nu langer geleden dan het in 85 was. Hè? Dat was, de, geloof ik, de grap. Hè? Ja. Het is nu langer dan 22 jaar geleden. Maar we hadden een paar jaar geleden, denk een jaar of vier geleden hadden we met groot gemak een NL Stedentocht kunnen houden, eigenlijk overal in Nederland, behalve in Friesland. Hè? Ken je dat te herinneren? Yeah. Een aantal jaar ja, een geleden? Ja, rond 2010 waren er toch alweer een aantal winters dat uh, bijvoorbeeld ja. het Nederlands kampioenschap op, op natuureis is verreden. En en je, je merkt in gesprekken met mensen dat mensen een hele selectieve waarneming en selectieve herinnering hebben van de temperatuur. Het, het, het dominante verhaal is, het wordt steeds warmer. En dan herinneren mensen zich de hete zomers. Vorig jaar, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n hete dag meegemaakt als we vorig jaar gehad hebben een keer. Ja, um, nou, ik zat in Normandië. Ik, ik zat op het koudste puntje van Frankrijk. Ik weet niet of ik het, uh, nee, het, was, of het, was, het hier, goed voorzien had. Maar. Het was hier in Nederland was het zelfs na middernacht nog meer dan 30 graden. Dat had ik echt nog nooit meegemaakt. Ja. Dus, maar het is, ik wil maar zeggen dat die waarnemingen zijn heel, uh, heel selectief. Uh, en je kunt dus als, als individuele burger eigenlijk niks zien. Je kunt niet zeggen, ik merk echt dat het klimaat verandert. Want je praat over tienden van graden, als die metingen ja. al juist zijn, maar als we het allemaal even aannemen. En in een periode van 60, 70 jaar maak je twee klimaatcycli, als ik het zo mag zeggen. Ja. Uh, nou en ja, je hebt dus nog voor het Europese klimaat heb je nog een hele belangrijke cyclus. Want ik dacht dat je daarop doelde, maar dat is, dus, dat, dat is de Atlantic multi Oscillation. En die heeft een cyclus van ongeveer 70 jaar. He, dus dat is in feite ja. één mensenleven. Ja. He, en we zitten dus nu al de afgelopen 20, 30 jaar. zat hij die, zat die in een opwarmende fase. En de grote vraag is: in hoeverre heeft dat. Uh, ...het klimaat in, in West-Europa. Wij zijn natuurlijk heel erg, uh, we hebben een zeeklimaat. We zijn, zijn heel erg gevoelig voor wat er op die Atlantische Oceaan gebeurt. En de verwachting is dat als die cyclus gewoon uh, hè, zijn gangetje min of meer blijft gaan... ...dat de komende 30 jaar dat die, dat die weer naar de koude fase gaat. Nou, wat dat gaat betekenen voor het klimaat in West-Europa... Eh, ...CO2 heeft een effect. We weten niet precies hoeveel, hoe groot... Maar dit soort cycli hebben aantoonbaar ook een effect, op de, of zelfs op de wereldwijde temperatuur. En uh, als dat regionaal groter effect is, dan ja, ja, het zou mij niet verbazen als we ook weer een koelere periode in West-Europa krijgen vanwege de, die cyclus. Maar laatst was in het nieuws dat het in Siberië ergens 40 graden was. Dan denkt de gewone burger, goeie genade, ik dacht dat het altijd min 40 graden was. Dus dan ga je kijken hoe die temperaturen daar zijn. Lopen, maar dat zijn plekken waar je zowel de zomer- als wintertemperatuur in extreme hebt. Dus een ja, dat is zomertemperatuur grappig, ja. van, van 38 graden is helemaal niet bijzonder. Daar. Nou ja, het was wel, ik begreep dat het wel een all-time record was. Hè. Nou ja, vorig jaar hadden wij ook zo'n all-time record. Maar dat is dan op één plek in Siberië. Maar die staat er onbekend dat die de grootste uh, spreiding van de temperatuur heeft over het jaar. Dus in de winter is het daar extreem koud. Ik geloof min, 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 min 60 kan het daar worden. Ja, min 90 was het niet langer. Wat het misschien als zou kunnen. En, en in de zomer kan het daar dus tegen de 40 graden worden. Dus dan heb je een spreiding van, van 90 tot bijna 100 graden tussen, tussen winter en zomer. Dat zijn de echte oorden. Even maar het he? was heel leuk. De BBC bracht dat nieuws inderdaad: he. All Time Record. En de NOS bracht het ook natuurlijk. En de BBC had een mooie foto van het, van het noordelijke halfrond. He. Dus dat je die pool, poolgebied ziet. En dan zag je dus die enorme rode vlek op de kaart in Siberië. Maar als je goed keek, zag je dus aan de andere kant: zag je een gigantische blauwe plek op Groenland. En Groenland was het dus echt. Uh, 20 graden kouder dan normaal. Ik heb ook van de week even naar de temperatuur in Groenland zitten kijken. Is dus dat gewoon allemaal zo 5, 4, 3, 2, 1 graad nu? En um, er was ook een maand geleden of zo. Kijk, vanaf juni, juni, juli gaat Groenland smelten. Het smelt dan juni, juli, augustus en dan ja, ergens in september gaat het weer vriezen. En dan, dus je hebt een paar maanden dat het smelt. Maar in dat smeltseizoen was er nu een dag dat er 4 of 5 vijf, vijf gigaton aan, aan ijs bijkwam op Groenland. Dat was ook een all time record. Uh, maar dat haalde uiteraard de media niet. Nee, nee. Dat, is dus, dat is de systematische bias die er in de media zit. Uh, en, en dus ook nou, niet alleen in de media. Die zit ook in die wetenschap. Dat is wat ik, ik bedoel. Ik, ben, ik kom zelf uit de media. Ik weet hoe de media werkt. Ze slaan aan op allerlei narratives die, die, die in ons hoofd zitten. Oh ja, dit past in het narrative. Hup, 38 graden in Siberië. Maar die wetenschap die voedt natuurlijk die media met allerlei persberichten. En die weten hoe ze die media moeten voeden. Dat, dat, dat is de, de, de bias die ik ook bespeur bij, 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 ja, bij die hele klimaatwetenschap. Maar toch is dat zorgwekkend. Hè? Want het is wel een hele belangrijke driver van beleid. En niet alleen hier, maar überhaupt in alle, alle landen van de wereld. En er dreigen toch nu hele grote bedragen uitgegeven te worden. Die worden al uitgegeven. Ja. En allerlei zaken die zijn geïnspireerd door het feit dat we de klimaatverandering moeten, moeten beperken of, of moeten... weet ik wat. Uh, en als dat, dat klimaatveranderingsverhaal zelf gebaseerd is op opgepompte cijfers of op selectieve waarnemingen of op het willen willen aanhaken bij een bestaand verhaal... dan is dat toch een kwalijke zaak. Ik, ik vind het extreem zorgwekkend. Ik bedoel, ik zit er natuurlijk nu al heel lang in. En ik heb heel lang gedacht van... nou god, ik, ik vind het een heel belangrijk debat... en daarom ga ik me er fulltime mee bemoeien. Maar nu heb ik steeds meer het gevoel... het is niet werkelijk een debat. Het is een agenda die door moet. Uh, men heeft dat CO2 uh, geagendeerd. Het gaat ook niet werkelijk om klimaat... Ja, dan kunnen we het zo direct nog over hebben. Als je, als je gaat kijken naar het klimaatbeleid, dan zie je dat de mensen die het hardst roepen over oh, klimaat, klimaat. Die wijzen de, de meest voor de hand liggende oplossingen zoals kernenergie, wijzen ze stevast af. Ja, dus dan, dan krijg je al het gevoel van. Het, 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 gaat, het nou, gaat het nou om klimaat of gaat het om iets anders? En ik ben er inmiddels van overtuigd dat voor veel mensen gaat het om iets anders. Niet voor iedereen natuurlijk, want sommige politici die zeggen gewoon van ja, uh, die PCC zegt dat CO2 een probleem is. Dus ja, ik ben politicus, dus ik moet er iets aan doen. Hè, die, die zitten er ook genoeg tussen. Maar er zitten ook ideologen tussen die een hele andere agenda's hebben, echt een, een soort groene ideologische agenda. Of, of, of herverdeling. Allemaal, je, er wordt zoveel bijgehaald. Van social justice tot aan uh, uh, ff, Ja, echt de, 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 de gekste dingen worden erbij gehaald. Maar misschien nog even, voordat we dat, dat onderwerp, is natuurlijk een heel breed onderwerp. Ja. Nog heel even naar de basis van die wetenschap. En wat ja. mij verbaast is, er wordt gesproken over een positieve feedback. Dus er komt uh, door die extra CO2, dat is dan de redenering. Hè? Ja. Door die extra CO2 komt er een heel klein beetje uh, verwarming bij. Dat kan, hè? dat is het ja. broeikaseffect. Want CO2 is een broeikasgas, dat is verder allemaal, allemaal duidelijk. Dan krijg je een klein beetje verwarming. Door dat kleine beetje verwarming eh, komt er weer meer waterdamp. Eh, en dan verwarmt het nog meer, enzovoort. Dat, ja. is, dat is een hele, ja, hele klassieke positieve feedback. Eh, mm -hmm. is dat. Maar dan denk ik: ja, maar een klein beetje verwarming kan door allerlei dingen komen. Uh, het, het komt in dit geval dan schijnbaar door die extra CO2, maar er kunnen allerlei zaken gebeuren, waardoor je een klein beetje verwarming krijgt. Als dat zou resulteren in een positieve feedback en in een runaway uh, warming, zal ik maar zeggen, ja. dan was dat toch al veel vaker gebeurd. Dat, is toch, dat zijn toch positieve feedbacken sowieso toch iets wat niet vaak voorkomt in de, in de natuur, want dan gaan dingen die, 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 die swingen helemaal de pan uit. Ja. Maar goed. Het mechanisme zelf spreekt mij. ...in de natuurlijke setting helemaal niet aan... ...en lijkt me helemaal niet plausibel. Nee, nou dat is ook... ...je hebt Willis Eschenbach, ...een Amerikaanse blogger bij What's Up With That... Een hele slimme gast... ...en die heeft ook uh, een, ter de, een eigen hypothese... ...dat noemt hij de thermostaathypothese... ...en die gaat ervan uit... ...die kijkt vooral naar de tropen... ...en de tropen is het belangrijkste gebied... ...eigenlijk wat we hebben... ...omdat dat heel... Groot gebied is, hè? want naar nou, de Polen wordt het steeds kleiner natuurlijk. Maar de tropen is een heel groot gebied qua oppervlak. En je hebt daar heel veel oceaan. En wat hij laat zien in die hypothese is dat op het moment dat dat zeewater in de tropen. warmer wordt dan. 8, 26, 28, 30 graden. dan, dan krijg je zoveel verdamping en dan krijg je zoveel van die, uh, van die onweersbuien. dat uh, die koelen het systeem en dus ook het water weer af. He, dus hij zegt dat er inderdaad in die tropen zit een thermostaat. Dus hij gaat, he, dat een beetje sluit aan bij jouw verhaal. Hij gaat, hij gaat ervan uit dat CO2 dat niet wezenlijk kan beïnvloeden, dat systeem. Want stel dat CO2 daar een beetje extra opwarming geeft in die tropen. Nou, dan krijg je gewoon dat het water uh, weer inderdaad een gaatje opwarmt. En dan. Op krijg je weer meer onweersbuien en dan krijg je weer afkoeling van het water. Dus hij gaat ervan uit dat dat, uh, dat dat er niet is. Maar ik denk dat het belangrijker is dat: kijk, dit is hoe klimaatmodellen werken, inderdaad. Je krijgt als je CO2 concentratie in een klimaatmodel. Verdubbeld. Dat, kan je, dat kan je instantaan doen. Je kan in, een CO2, in een klimaatmodel kan je zeggen: Nou, nu ga ik in één keer de CO2-concentratie verdubbelen. En dan ga je kijken hoe dat klimaatmodel gaat opwarmen. Nou, en dan warmt zo'n klimaatmodel warmt ongeveer drie graden op. En dat is inderdaad één graad, is gewoon puur het broeikaseffect. dus is gewoon puur het stralingseffect van de CO2. En één graad is ongeveer dat waterdamp waar jij het over hebt. En één graad is verandering van wolken. Dat is wat er in de klimaatmodellen gebeurt. Maar de cruciale vraag is natuurlijk: gebeurt het ook in het echte klimaat? En daar gaat in feite het hele klimaatdebat over. Want het echte klimaat lijkt niet drie graden op te warmen, maar eerder in de orde van anderhalve graad. Nou, en dan zou je zeggen: van nou oké, okay, één graad door die CO2. En dan nog een klein beetje door versterking van waterdamp of zo. Maar bij lange na niet zo sterk als die modellen aangeven van het IPCC. En dat debat is, niet, dat is op dit moment niet te beslechten, omdat er, nou, je, kunt niet, je hebt niet voldoende goede metingen van, van langdurige metingen van en waterdamp en wolken, om uh, te bewijzen dat die drie graden van die klimaatmodellen dat die klopt. Wolkbedekking hou je überhaupt nog maar, nog maar tien jaar bij of zo, denk ik. Hè? Ik weet niet exact, maar het kijk, echt, het nog. is extreem moeilijk. Omdat je gewoon. Je hebt met extreem veel verschillende soorten wolken te maken. En die hebben ook verschillende effecten. Dus ja. hogere wolken die kunnen weer leiden tot opwarming. Lagere wolken leiden tot afkoeling. En ja, als die verhouding tussen die twee zou veranderen, dan, ja, dan leidt het dus of tot een beetje extra opwarming of tot afkoeling. Kortom, het is een ideaal onderwerp om met modellen en met politiek te behandelen, want je komt er nooit echt uit. Ja, je kunt je kunt ook alle waarnemingen kiezen die... Om je theorie te ondersteunen, dus het is eigenlijk nog niet zo juist bezig kunnen zijn. Dat ja, dat is, dat is ja, dat is helemaal waar. Want kijk, die, die modellen, je kunt nu laten zien dat de modellen meer opwarming geven dan we meten, maar dan zeggen ze: Ja, ja, 30 jaar. Hè, we moeten 30 jaar, het is iets van lange tijd schalen. Het kan op, het, op een termijn van 10, 15 jaar kan het afwijken, want ja, je hebt ook natuurlijke klimaatvariabiliteit, zeggen ze dan. En ja, dus die discussie die kan je niet zomaar uh, inderdaad in een, in een jaartje beslechten. Maar ben jij nou een, een gesprekspartner geworden uh, voor bijvoorbeeld het KNMI of, of voor andere meer formele instituten? Als, alleen als, als sparringpartner voor de andere kant of helemaal niet? Nee, ik zou zeggen helemaal niet. Nee, ik ben vorig jaar, we hebben vorig jaar een rapport gepubliceerd met uh, Clintel over die uh, verdwenen hittegolven. Uh, dus heel kort: uh, het KNMI heeft oude temperatuurmetingen gecorrigeerd. En daardoor zijn er een heleboel historische hittegolven uit de boeken verdwenen tussen 1900 en 1950. We hebben daar een rapport over geschreven met vier man van 100 pagina's. En daarin zeggen we: Nou, wat KNMI gedaan heeft, die correcties, die zijn over de top geweest. Dus die zijn, de, 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 de KNMI heeft overgecorrigeerd. En de, is niet verdedigbaar, zeggen wij. Nou, toen ben ik wel bij de directeur van het KNMI langs geweest. Maar dat was gewoon ont, een onbevredigend gesprek. Omdat hij, ik zeg: van, nou, ik, wij, wij willen gewoon een, een inhoudelijke reactie van jullie op het rapport. En toen zeiden ze: Nou, die gaan we niet geven. Ik zeg: Nou, waarom dan niet? En dan zegt hij: Ja, we vertrouwen jullie, we vertrouwen jullie niet. Ik zeg: Ja, we vertrouwen jullie niet. Ik zeg: Wetenschap is geen kwestie van vertrouwen. Ik zeg: Of, of het klopt wat er in die honderd pagina's van ontstaat, of het klopt niet. En dan kan je aangeven wat er dan niet aan klopt. Nou, zo wordt het spel gespeeld. En, en omdat de media het KNMI ermee weg laat komen, er lag een artikel klaar bij de Telegraaf. En is op het laatste moment, door de, door de dienstdoende chef of whatever, is dat teruggetrokken. Dus wij hadden gezegd: Nou, Telegraaf, als jullie willen, kunnen jullie de primeur krijgen van dit werk. Nou, wat, het artikel was klaar. Het is gewoon teruggetrokken. En, en, en volgens mij heeft een telefoontje van het KNMI daar, daar een rol bij gespeeld. Ja, dat is bijzonder. Het is er is toch zoveel kracht uh, verzameld om te zorgen dat het bestaande verhaal overeind blijft. Het is zo makkelijk om de autoriteitsargument van stal te halen. Want het KNMI is een groot instituut, betrouwbaar, hè, reputatie, bla bla bla. En wij zijn uiteindelijk altijd de buitenstaanders, de niet de, niet de klimaatexperts, wat natuurlijk onzin is. Ik doe dit nu ook 15 jaar en ik weet verdomme goed wat hier allemaal speelt. Ja. Maar je, het is makkelijk om je op die manier weg te zetten. Uh, pseudo een woord wat ook veel gebruikt wordt... klimaatontkenners. Nou, je kent het allemaal wel wat er, wat er gebruikt wordt om... Je ziet nu bij COVID en Maurice de Hond... zie je precies hetzelfde. De man werkt dag en nacht om gewoon te kijken van... hoe zit het nou? Maar het wordt toch een beetje lacherig afgedaan van... ja, een opiniepeiler, uh, wie is hij nou? Weet je, en dat, dat, dat houden ze... kunnen ze heel lang volhouden... zolang de media en de politiek... Op die, meegaat in die, in die redenering. Als de, als de media en de politiek daar scheid aan zou hebben, en gaan ze zeggen: Wij vinden het gewoon een goed, in, uh, wij vinden het een inhoudelijk argument wat, uh, wat Maurice de Hond naar voren brengt. En ze gaan gewoon rondbellen, en zeggen: Nou, wat heb je er tegen in te brengen? Dat is precies wat ik gedaan heb toen met die McIntyre en McKittrick. Die waren buitenstaanders. Ik kreeg van iedereen te horen in Nederland: oh, Die moet je niet serieus nemen, dat zijn buitenstaanders. Nou, ik heb gewoon die mensen gebeld. Ik werd drie uur met McIntyre aan de telefoon gezeten. En dan uiteindelijk moeten de andere mensen moeten ook met de billen bloot. Die moeten met argumenten komen. Ja, dat heeft toegewerkt. Als je nou kijkt in de US, daar zit natuurlijk Trump hè, al een aantal jaren. Ja. Uh, dat is van huis uit geen omarmeren van het, van het verhaal van, van klimaatverandering. Ja. Uh, dus je zou zeggen: de omstandigheden zijn gunstig voor het iets meer ruimte krijgen van die kant van het verhaal. Ja. Zie je daar een kentering? Nou geen kentering. Ik heb ook uh, uitgebreid met Will, William Hepper gesproken. William Hepper is een hele vooraanstaande uh, ja, natuurkundige die heel lang ook in de Amerikaanse overheid heeft gewerkt en nu op zijn 78ste heeft hij ook nog een jaar bij Trump in de White House gezeten. En hij vertelde me daarover dat hij wilde een, een, een debat gaan opzetten. Hè? Dus een red team, blue team. Ja. Hè, dus het blue team is dan het IPCC en het red team gaat het blue team challengen. Gaat het echt aanvechten. Dat zou fantastisch zijn. Dat zou fantastisch zijn, omdat, want dat is gewoon hard nodig, omdat het Blue team gewoon eigenlijk één oog koning is geworden en, het, en, en, en de, de critici worden gewoon continu buiten de deur gehouden. Hepper vertelde mij dat in dit soort gesprekken één op één, Trump helemaal voor was. Maar dat zijn adviseurs in verband met de herverkiezing tegen waren en het hele ambtenarenapparaat is tegen. Want die hebben allemaal Vos Die hebben allemaal banen bij de IPA. En weet je, dus er zit zo'n enorme kracht. Ik dacht dat Trump in staat was om die ambtenaren te ontslaan. Zo gebeurde toch in. Uh... En de Staten, de nieuwe ja, president. Nou, ja, blijkbaar vond hij of hij, kijk, ook Trump zal Pick Your Battles doen. Ja, en, 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 en hij heeft blijkbaar besloten dat hij dit niet belangrijk genoeg vindt op dit moment om dan door te drammen. Want dan heeft dat, dat Parijsakkoord, heeft hij afgewezen, maar meer op. Dat, dat, dat was de... natuurlijk een belangrijke symbolische daad die hij meteen heeft gedaan. Hè? Want uh, wat Obama heeft dat op basis van een presidentieel decreet, heeft hij dat getekend, Parijsakkoord. En dat betekende dat het niet was goedgekeurd door de, door de Senaat. Uh, omdat hij, hij wist ook dat hij het niet door het parlement zou krijgen, Obama. En zo'n presidentieel decreet kan Trump, als de nieuwe president, kan dat ook zo weer een streep doorzetten. En dat heeft hij meteen gedaan. En dat was natuurlijk wel een hele belangrijke situatie. Het argument was dat het een, een economisch slechte deal was voor de Verenigde ja, Staten. Ja. Daar heeft hij met name op gehaald. Was het was, was het op zich natuurlijk slim voor iemand die ook heel ploerterig uit, uit de hoek kan komen. Was dit een heel slim argument? Hij heeft meteen gezegd: dit is een bad deal. Dus er gaat een streep door deze deal. Maar ik ben meteen bereid om te onderhandelen voor een nieuwe deal. Daar is de wereld verder nooit op ingegaan. Maar hij heeft gezegd: ik wil best een nieuwe deal uh, onderhandelen. Want er zijn in de Verenigde Staten ook wel. Belangrijke senatoren en andere zwaargewichten, zo'n Inhoofd bijvoorbeeld, hè, die al jarenlang. Ja, maar die is uh, volgens mij nu wel een beetje van het toneel verdwenen hoor. Ik hoor weinig meer van hem, dus ik weet niet of die nog überhaupt nog senator is. Oh ja, oké. Okay. Want er zijn altijd een paar geluiden van mensen daar die een prominente plek hebben, die wel uh, voortdurend de vrijheid krijgen om het verhaal te vertellen. Wat, wat je in Nederland veel minder ziet. Hè. Daar is het denk ik ook een, een politiek een beetje toxisch onderwerp. Uh, zodra je je echt kritisch gaat uitlaten over dit onderwerp, dan loop je toch risico's op het indruk. Dat is in de Verenigde Staten misschien iets minder. Dat hoort dan gewoon bij het Republikeinse verhaal. Ja, precies, kijk, daar heb je natuurlijk het twee partijenstelsel. En de Republikeinen zijn van oudsher zijn ze dus vrij klimaatskeptisch. En de Democraten zijn, uh, staan aan de kant van het IPCC. Dus dat is daar. Extreem politiek geworden. Dat maakt het niet leuker hoor. Want dit is ook geen feest daar, dat klimaatdebat. Kijk, en het punt is dat die academische wereld, die, die stemmen eigenlijk bijna uitsluitend democraten. Dus academici hebben ook de neiging om dus mee te gaan in het IPCC-verhaal alleen al op basis van politieke voorkeur. Ja, want stel je voor dat een klimaatwetenschapper in de VS denkt van ja, ik ben overtuigd democraat. Maar ja, aan de kant bij het klimaatdebat uh, sta ik toch wel een beetje aan de kant van een republikeinen. Dat is, dat, dat, dat dat, 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 nee, dat kan niet echt. Dus dat zijn, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Wij hadden hier in de tijd, bij het KNW hadden we Robert Dijkgraaf. En die, heeft, die was voorzitter toen. Ja. Uh, en die heeft toen nog een, een open brief naar Obama, Obama gestuurd, als ik me niet herinner, bij de start van zijn presidentschap om op het hart te drukken, om met name naar de, de climate change en de global warming problematiek te kijken, zo'n zo soort verhaal. Ja. Dat viel mij toen erg op, want hij was toen ja, eigenlijk een objectieve wetenschapper, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, en dus ook in Nederland werd het op dat moment niet al heel zwaar gepolitiseerd. Is dat nog steeds zo bij de KNW? Nou, ik denk dat Robert Dijkgraaf gewoon uh, die 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 was die was heel erg zat heel erg op die tour. Kijk, hij was de voorzitter van de Inter Academy Council. Dat was de dat was de overkoepelende clubs van van alle academie van wetenschappen in de wereld. En toen Climate Gate uitbrak en 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 fouten werden gevonden in het IPCC rapport in 2010, 2009 was dat eind 2009. Toen heeft de Verenigde Naties aan de Inter Academy Council gevraagd om een onderzoek, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het functioneren van het IPCC. En Robert Dijkha was toen de, de president, de wereldwijde president van die Inter Academy Council. Dus hij werd op die manier werd hij toen in die periode in dat debat getrokken. En hij heeft toen heel dom, hij heeft meteen uitspraken gedaan, want ze vroegen toen bij de persconferentie toen hij begon, toen hij die opdracht in ontvangst nam in New York, vroegen ze aan hem, uh, ja gaat u ook, uh, gaan jullie ook Climate Gate onderzoeken? Nou, voor mij was dat een open deur, want die fouten in het IPCC-rapport waren niet eens uh, aan het licht gekomen als ClimateGate vlak daarvoor niet was uh, uitgebroken. En, uh, maar Dijkgraaf zei meteen: nee, 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 ClimateGate heeft hier niets mee te maken. Nou ja, dan heb je dus echt niets van Climategate begrepen. Want Climategate zijn e-mails tussen hele prominente IPCC-onderzoekers over met name de hockeystick-affaire. Uh, uh, ja, dus dat is, dat is de kern van het hele IPCC-probleem, zie je gewoon beschreven in die Climategate-e-mails. En Dijkgraaf deed daar, zonder dat hij een goed onderzoek had gedaan, deed hij daar echt hele domme uitspraken over. En uh, ja, het is echt bijzonder treurig eigenlijk. Maar dat, dat was dus een... een om meerdere redenen had dat dan een, gaf dat een hele politieke lading aan de, aan de KNW. Nou, dijk gaat ze inmiddels weg, maar is, is, is het toch steeds zo dat de KNW ook, je zoekt toch naar, een, naar een, ja, een soort objectief punt van, is het nog ergens mogelijk om die wetenschappelijke basis van dit soort zaken überhaupt min of meer objectief te bespreken, of is het helemaal nergens meer mogelijk? En ah, de is, KNW is, zou dan volgens mij ja. een van de laatste bastions moeten zijn. Ja, de KNW zou dat moeten zijn. Maar er zijn, kijk, er zijn, kijk, ik heb Klintel opgezet met Guus Berkhout. En Guus Berkhout heeft vorige week weer een open brief naar. Guus Berkhout is KNW-lid. Dus die kan van binnenuit kan die dingen aankaarten. Maar hij geeft wel aan dat het ook daar heel erg lastig is. En hij heeft nu een open brief ges, geschreven naar de nieuwe president van de KNW. En de, ja, daarin zegt hij ook: Heel. Doe je iets mee Doe hier iets mee. Want het is zo gepolitiseerd. En andersdenkenden, uh, alternatieve opvattingen worden zo verketterd. Dat dat echt gewoon heel schadelijk is voor de klimaatwetenschap, maar ook de wetenschap in het algemeen. En daar ligt een taak voor de KNW. Maar dat is heel moeilijk. Want uh, ja, er zijn natuurlijk ook prominente uh, IPCC-aanhangers, uh, KNW-lid. Denk aan uh, Appie Sluis, uh, andere mensen. Dus dat, dat ligt allemaal binnen de KNW, zal dat ook heel gevoelig liggen. Dus. Uh, Moeilijk om dat te veranderen. Maar jij bent eigenlijk uh, in al die jaren misschien wel een halve politicus geworden, veel meer nog dan een wetenschapper. Hè? Dat is toch wel een, een waarneming die ik doe. Je bent zo gedwongen om je te bewegen tussen allerlei uh, politieke mijnenvelden, om hier überhaupt wat zaken geagendeerd te krijgen. Ja. nauwelijks toekomt aan dit inhoudelijk debat. Z ja, zeker. Ja. Ja, wat ook meespeelt daar is dat uh, toen mijn boek uitkwam... Ik kan me nog heel goed herinneren. Toen mijn boek uitkwam, kreeg ik <coughs> best veel media-aandacht. Ik kreeg een interview in de Volkskrant, een interview in Intermediair. En in Intermediair werd ik geïnterviewd... door, uh, door een collega-wetenschapsjournalist van mij. En dat nou, was een heel leuk gesprek. Gewoon collega's onder elkaar, een goed artikel verder. Maar hij vroeg van, wat ga je nu doen? Ik zeg, nou ja, wat ga ik nu doen? Ik heb nu, ik weet nu zoveel van dit onderwerp. Ik ik blijf natuurlijk schrijven over klimaatverandering. Als ik voor intermediair iets kan schrijven, dan ga ik dat zo graag doen. Want ik had mijn baan opgezegd bij Natuur en Techniek. En toen zei hij, nou, ik denk niet dat ik dat er doorheen krijg bij mijn collega's. En ik, uh, pardon, uh, hoezo niet dan? Ja, nou ja, weet je wel. En, en, de, dus het klimaat is op een of andere manier zo gevoelig gemaakt. dat uh, iemand zoals ik, die dan kritiek heeft op het IPCC, of op de, op de standaard-narrative, ja, die is een soort van fout. Dus ik, ik kon niet in de Volkskrant schrijven, nou, NRC zat Karel Knip, daar kon ik dan ook niet in schrijven, trouw had ook al iemand, intermediair viel blijkbaar af. Dus het was voor mij als journalist, was het in het Nederlandse taalgebied ook gewoon echt heel moeilijk om gewoon aan de bak te komen. En dat is nog steeds wel zo hoor. Dat is, dat is, ja, ja, dat is, toch, dat is, dat is, dat is echt. voetbal. Het is ja, het is, ja. Echt, het is echt niet makkelijk. En dat, dat maakt je toch. Dat geeft je een hele gekke positie. Want wat ga je dan doen met je kennis? Ja, dan ga je dus inderdaad. Nu zijn we klintel begonnen. Nou, als klintel ben je meer een. Ja, uh, je, je, ben, je, je, gaat meer, je gaat meer strijden. voor dat dat andere verhaal gehoord mag worden. He, dus dat, dat is inderdaad meer. meer ja, het, wordt, het wordt steeds meer een soort overtuiging van, van nou ja, bijna de. De vrijheid van meningsuiting zou ik bijna zeggen, in plaats van uh, de inhoudelijke discussie. Ja. Het lijkt een klein beetje op het uh, klein beetje, het lijkt misschien wel vrij veel op het huidige COVID-19-debat. Of het, uh, met RIVM in de rol van de KNMI, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en tussen die twee is ook nog een relatie. Hè? Ik vond het nog wel aardig, ik wil het nog eventjes een beetje aanstippen. Want we zijn natuurlijk door die geweldige lockdown wereldwijd. Uh, is de industriële activiteit enorm verminderd. Um, en is er een soort val gekomen in de productie van CO2 over de laatste drie, vier maanden? Dat mm -hmm. is het, minstens, uh, 17 procent. En als we dan gaan kijken met een vergrootglas naar uh, wat we meten aan CO2 in de atmosfeer, dan zou je verwachten dat er een beetje een dent in, in die groei zit. Maar er is helemaal niets te zien. Is dat, is dat iets waar je naar gekeken hebt? Ja, nee, ik heb, ik heb dat niet zo uh, gevolgd. Omdat, uh, ja, die... nou, Het is dus wel een belangrijk punt. Ik bedoel, het is, wel, kijk, uh, het is natuurlijk wel interessant om te kijken wat het nu over het hele jaar. Kijk, je zit sowieso zit je met een hele sterke jaarcyclus. Ja, ze hebben dat half jaar verdraging. Dus ik dacht van, nou weet je, ik kijk aan het eind van het jaar wel eens een keer hoe, wat nou het effect is geweest. Maar ze verwachten wel dat het dit jaar. Ik geloof iets van 6% zal afnemen. Maar de, de ironie is, hè, dus de, dan heb je een 6% afname met een wereldwijde lockdown en een enorme economische recessie. Maar de grap is dat, dat volgens hun berekeningen, hè, als we Parijs klimaatakkoord willen halen, moet je jaarlijks, ieder jaar moet je 7% terug in je CO2. Dus jaar na jaar na jaar moeten we nog meer doen dan we in dit jaar doen. Waarin we een complete economische recessie hebben. Dus een beter voorbeeld van de totale onhaalbaarheid van, 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 van de plannen kan je eigenlijk niet. Uh, nou oh, ja, maar dat, daar wilde ik toe. Want we gaan het nog heel even over die plannen hebben. Uh, we hebben noodgedwongen, uh, hebben we in heel korte tijd de productie van CO2 geweldig teruggebracht. Uh, eens kijken wat dat oplevert. Hè. Tot nu toe is er weinig te zien. Misschien komt dat nog. Ja. Nou. Uh, maar je zou kunnen zeggen, nou ja, uh, dat maakt alleen maar duidelijk dat het uh, nog erger is dan we dachten, zou ik maar zeggen. Je kunt ook zeggen, nou, als dit al niet helpt, uh, dan. Nou goed, dat is dan, dan even de, de, de kwestie. Ja. Maar we hebben de, de maatregelen om tot een minder CO2-uitstoot te komen, dat zijn bijna allemaal energiemaatregelen. Uh, nou, waarvan biomassa de belangrijkste is, die staat nu zwaar onder druk, uh, ja. merk ik. Ja, ik zag vanochtend zelfs dat Vattenval nu heeft aangekondigd dat ze die uh, biomassa-centrale in Diemen willen gaan afblazen. Ja, dat was een, een heel groot uh, triomf voor uh, de Forum-fractie in Noord-Holland. Ja. Dat is natuurlijk wel wel aardig. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen da daartegen. Maar zijn we een van, de, zijn een van de krachtigste actoren geweest daartegen? Ja. Om tegen te ageren. Maar goed, het hele onderwerp biomassa is, is een stuk minder. Uh, Aantrekkelijk geworden, want het, het levert aantoonbaar uh, extra vervuiling op en, en hele bossen worden gerooid ervoor, enzovoort. Maar dan blijft in feite alleen nog maar kernenergie over, zou je kunnen zeggen, als, uh, als, als basis van de energietransitie op het langere termijn. Ja, nou ja, goed. Nederland heeft dus vol ingezet op, in feite op wind en zon. En um, uh, ik heb daar ook met jouw andere gast, Theo Wolters, uh, heel veel gesprekken over uh, natuurlijk. En. Um, Um, kijk, uh, er liggen nu scenario's van economische zaken en klimaat... die dan zeggen van, nou ja, hoe, hoe kunnen, kunnen we dat überhaupt halen? Nou ja, en dan zie je dat je, je zou het in theorie kunnen... een ingenieur zou kunnen zeggen, ja, je kan het in theorie halen. Maar je krijgt dus gewoon een totale verwoesting van het Nederlandse landschap. Het heel, bedoel, heel, het ook, ja. heel, Nederland, heel Nederland wordt volgezet met, met, met windmolens en met zonneparken. Plus... De hele Noordzee, alle plekken Noordzee die we hebben waar er iets mag, waar nog een windmolen mag gebouwd worden, dat moet je helemaal vol zetten. En dan moet je dus met alle overtollige wind en, uh, en zonnestroom die je regelmatig hebt, moet je dan dus uh, waterstof gaan uh, produceren, wat enorm inefficiënt is, waar je enorme energieverliezen weer hebt. En dan zou je dus in theorie zou je het kunnen halen. Nou, het is nou ja, volgens Theo zou je het zelfs dan niet eens halen. Maar nou ja, wil, goed, het, dat moet ook zijn. Het, het is krankzinnig. Het is, echt het is krankzinnig. afhankelijk van, van kernenergie als per se van die, die fossiele brandstoffen af zou willen. Ja. Um, maar goed, de vraag is uh, of dat überhaupt een, een haalbare kaart is. Ten meer, zoals ik ook Theo tegen, zei. Dat het probleem wat we met fossiele brandstoffen hebben, is kleiner dan ooit. Dus de, de, de horizon is verder weg dan ooit, dat het een keer op zou zijn. Dus wat dat betreft, uh, ja. hebben we nog even de tijd. Nou, die hele, die hele klimaatzaak, uh, dat hele onderwerp, daar kunnen we nog, nog jaren over hebben. Ik denk dat we nog jaren de tijd hebben om te blijven meten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja. Uh, we hopen op een, op een goede zomer, maar ook een keer op een lekkere koude winter om goed uh, te kunnen schaatsen. Zeker. Ik weer twee jaar geleden dat de Keizersgracht dicht lag. We hopen dat nog een keer mee te maken. Op, ja. op de, op de ja, het is lang geleden dat ik geschaatst heb. Uh. Ja, je verleert het. Hè? Het gaat hmm. niet snel, maar... Ja, uh... schaatsen schijn je altijd uh, vast te houden, maar het ja. moet wel een klein beetje een schaats kunnen worden. Dus daar hopen we maar op. Ja. Marcel, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Uh, we, spraken, we spreken graag nog een keer verder over, uh, over dit boeiende onderwerp. Ja. Dit was Hoe dit het nou echt? over klimaat en klimaatverandering met Marcel Krok.